de lijnen waarlangs de ambities van Merkel ontwikkelen. Internationale identiteit wil volgens mij zeggen dat Den Haag ernaar streeft om internationale functies in de stad te herbergen. Als vestigingsplaats. Vrij simpel eigenlijk. Daar kun je iets heel metafysisch van maken, maar ik denk dat het gaat over dat soort praktische dingen.